Dames en heren, welkom bij Schout en Schepenen, waar we vandaag in gesprek zijn met onze schout. Ja, beste schout, de verkiezingen die liggen onderhandel een tijdje achter ons en de formatie is in volle gang. Ja, de formatie is in volle gang. Meestal zie je daar niet zo heel veel van. Onttrekt zich een beetje aan de waarneming van alles en iedereen. Ja. Maar hier in Gennep krijgen we er toch wel het een en ander van mee. Burgemeester, het is gebruikelijk geloof ik dat de grootste partij de formatie leidt. Klopt dat? Ja, er is een soort ongeschreven regel in de politiek die zegt de grootste partij uit de verkiezingen zo is gekomen is degene die in feite de leiding neemt, het voortouw neemt in de besprekingen die moeten leiden tot een nieuwe coalitie. En in Gennep is dat ook zo gebeurd. Nou heb ik me laten vertellen dat daar een externe voor aangetrokken is door de grootste partij in deze de SP. Ja, dat klopt. De SP heeft dus als grootste partij met 5 zetels inderdaad het voortouw genomen. En zij hebben een informateur benoemd. Ja. Dat is iemand uit de SP gelederen. En iemand die heer Heijmans, die is bekend met dit werk. Hij was onder andere ook informateur samen met Hans Wiegel voor het College van Gedeputeerde Staten in Noord-Brabant. Dus Hij heeft ervaring op dit gebied. En hij is nu aan het verkennen, en zal dat nog wel even blijven doen, denk ik, aan het verkennen welke mogelijkheden er zijn binnen de Gennepse politiek om tot een coalitie te komen. Ja, en dan neem ik aan dat hij een keer met een uitslag komt of bevindingen of iets van die naad. Wat ik heb begrepen, want daar zit de burgemeester ook niet bij, hè? Ja. Praat de heer Heijmans met alle fracties afzonderlijk en misschien nog wel met meer gezamenlijk, dat weet ik allemaal niet. Ja. En is het de bedoeling dat hij op maandag 31 maart 's avonds in een openbare bijeenkomst zijn bevindingen kenbaar maakt aan alle fracties. En dan wordt het tijd voor een informateur of zo, of hoe gaat het dan verder? Nou ja, de heer Heijmans is dus in feite nu informateur. Hoe het dan verder gaat is een beetje afhankelijk van wat er uitkomt. Okay. Dat kan eigenlijk van alles zijn. Wat je ziet is vaak of een informateur kan nog een tweede ronde doen. Ja. Of als het duidelijk is van nou die partijen gaan samen kijken of ze tot elkaar kunnen komen. Dan kan de SP-fractie het misschien ook zelf doen. Dat is aan hen zelf. Hoe dat verder gaat, dat kunnen ze zelf invullen. Wat is in deze de rol van de schout? De schout heeft een hele beperkte, bescheiden rol. Nou. Ja, in dit geval wel. Okay. De burgemeester heeft geen formele rol. Het is wel zo dat er een opdracht ligt van het ministerie, van de minister. Die heeft gezegd dat de burgemeester in ieder geval op de hoogte moet worden gehouden van het verloop van de besprekingen. Ja. Nou, dat gebeurt nu ook keurig. Dat doet de SP heel netjes. En dat zal ook zo blijven. En eigenlijk houdt daar de rol van de burgemeester zo'n beetje ook mee op. Ja, wat mij dan verwonderd is dat ik een stuk in de krant lees en dat die burgemeester een brief geschreven heeft, onder andere over het aantal wethouders en zo. Kunt u dat duiden? Ja, het is niet zozeer een brief. We hebben als college een overdrachtsdocument gemaakt waarin alle zaken benoemd staan die op dit moment aan de orde zijn. Ja. Verledenheden en wat de toekomst zou kunnen zijn. Ja. Als een soort overdracht aan het nieuwe college, zodat zij beslagen ten ijs komen en geïnformeerd zijn over alles wat er speelt. Kan ook heel goed een rol spelen bij de coalitiebesprekingen. Daarbij is gevoegd een notitie van de burgemeester, trouwens ook van de 3 andere wethouders, zogenaamde bestuurlijke bespiegelingen, ja. Waarin ik als burgemeester heb gezegd, los van de politiek, los van partijen, ik heb het ook geschreven voor de verkiezingen, dus De uitslag zelf speelt er helemaal geen rol in, van goh, wat zou nou voor Gennep, voor het bestuur van Gennep, voor de inwoners van Gennep, het beste bestuur zijn voor Gennep? Jawel, maar 4 mensen weten meer als 3, of niet dan? Ja, dat kan, maar dat hoeft niet zo te zijn. Ik denk dat Gennep gebaat is bij een professioneel bestuur, bij een compact bestuur en bij een efficiënt bestuur. En als je dat vertaalt van nou, hoe vul je dat dan in, dan is mijn ervaring hier, en dat is ook gebaseerd op wat ik in het verleden heb meegemaakt, in andere gemeenten, dat je hier met 2 fulltime wethouders deze gemeente heel compact, heel efficiënt, maar ook professioneel kan besturen. Maar dat zou inhouden dat we er dus mogelijk eentje in gaan leveren. Hoe gaat dat nou verder? Nou ja, ik heb er verder niks over te zeggen, voor alle duidelijkheid. Ja. Wat ik gedaan heb is, zoals ik er tegenaan kijk, vanuit mijn ervaring. Ik bedoel, ik zit 24 jaar in raad en colleges. En die ervaring heb ik bij elkaar gebracht en gezegd van, nou, als ik dat vertaal naar Gennep, zou dat de beste methode, de beste manier zijn. En ja, ik zie ook wel dat je niet met 2 partijen een college kan vormen. Want Je hebt er altijd tenminste 3 nodig, getalsmatig voor een meerderheid. Ja. Maar het hoeft niet zo te zijn. Het hoeft niet zo te zijn dat een partij die meedoet aan een coalitie ook per definitie ook in het college moet zitten met een wethouder. Nou ja, je zou zelfs kunnen stellen, als iedereen het met elkaar eens is, dan zou je 2 professionele wethouders
die niet politiek gebonden zijn, wethouder kunnen laten worden in Gennep. Theoretisch kan dat ook. Ik bedoel, zover vul ik hem niet in, want dan ga ik een beetje wel erg ver. Ik blijf wel binnen de grenzen van wat ik mag en kan doen. Het enige wat ik zeg is van kijk naar de professionaliteit en de kwaliteit. Benoem daar je wethouders op. Dus niet omdat hij mooie blauwe ogen heeft. Dan gebeurt dat ook niet. Maar even om het maar uit elkaar te trekken. Zorg voor professionele, goede wethouders die je uit de voeten kunnen. Die weten wat ze moeten doen. En dan heb je aan twee genoeg. En ja, het gaat erom, naar mijn gevoel, als politieke partij, lijkt me zo, dat je deelneemt aan het beleid. Dat je onderdeel bent van het beleid. Dat er dingen worden gerealiseerd die je graag wilde worden gerealiseerd. Zo. Het gaat om het beleid en het moet niet om de poppetjes gaan. Wij zijn heel erg nieuwsgierig hoe dat die discussie verder hier in Gennep gevoerd zal worden. Wat daar de bijeenkomsten verder in zullen zijn. En we zullen zien of dat wij maandag dan ook kunnen kijken naar de verslagen van de informateur. Ja, dat geldt voor mij dus ook. Want ook ik krijg maandag te horen over hoe en wat. En hoe het daarna verder gaat, we gaan het gewoon volgen. We hebben hier aangeboden vanuit het gemeentehuis, als burgemeester gedaan, ook de organisatie heeft dat gedaan, om de coalitiebesprekingen te voorzien van alle informatie en alle hulp aan te bieden die ze maar kunnen gebruiken. Want er telt maar één ding. We moeten in Gennep een goed en efficiënt en professioneel gemeentebestuur hebben.